Mijn naam is Jeanette van Uffelen en ik heb pas weer een nieuw boek geschreven. En dat heet Lekker loslaten en het gaat over leven na trauma. En dit boek ligt nu bij de drukkerij en op 21 oktober komt het uit. Dan doe ik ook een boeklancering hier in Den Haag. Gaat super leuk worden. Ik ga voorlezen, ik ga natuurlijk signeren. En als je wilt kun je daarbij zijn, dan kun je je aanmelden. En dan moet je wel snel zijn, want het is niet zo'n enorme locatie. Want we willen het gewoon gezellig houden. Waar gaat dit boek nou over? Trauma, wat ik onder andere hierin vertel. Nou, allereerst, ik heb dit boek niet helemaal alleen gemaakt. Ik heb, terwijl ik dit aan het schrijven was, ook 4 specialisten geïnterviewd. En dat zijn mensen die allemaal heel erg thuis zijn in de wereld van hypnotherapie. Soms ook EFT doen, tapping. Soms ook nog andere dingen erbij doen. Directe hypnose, conversationele hypnose, klinische hypnose. Wat het mooie is, in hypnose werk je met het onbewuste systeem. En in het onderbewuste gaat alles veel sneller. En ik werk ook vanuit het idee dat alles wat we mee hebben gemaakt, eigenlijk zijn het verhalen. En of iets een trauma wordt, ligt dus niet aan de gebeurtenis zelf, maar ligt vooral aan hoe we het verwerken eigenlijk, of niet verwerken. Hoe we het verhaal beleven en hoe we het blijven herhalen. En in heel veel van de geestelijke gezondheidszorg, ja, zo heet het, het is de vraag of het dat is, maar in heel veel therapieën, en zeker ook met, als je posttraumatisch stresssyndroom hebt, maar iedereen heeft wel dingen meegemaakt, vooral in onze jonge jaren, is natuurlijk heel veel wat we niet begrijpen of wat we ervaren en wat we niet, waar geen plek voor is. En er is een groot misverstand, een grote denkfout rond trauma. Mensen denken vaak dat trauma gaat bepaald wordt door wat je meemaakt. Nou, dat is niet het geval. Een trauma is eigenlijk iedere ervaring dat je hebt gevoeld dat het levensbedreigend was. En dat is voor ieder mens anders. En dat heeft zeker te maken met wat er gebeurt op dat moment. Maar dat hoeft geen oorlog te zijn. Het hoeft ook geen geweld te zijn. Het kan gewoon iets zijn. Hè? Als jij op schoolplein staat en er staan 5 kinderen om je heen. Kan dat zijn dat je dat je echt bedreigd voelt. Of als je in een bedje ligt en je roept om je moeder en je vader of om wie dan ook en er komt niemand. Of je hebt honger en je weet niet helemaal wat dat is, maar je voelt je naar. Al dat soort ervaringen kunnen het gevoel, de angst oproepen dat je doodgaat. En dat kan zijn als je 3 bent, maar ook als je 45 bent. Of dat kan op ieder moment zo zijn. Dus het gaat niet per se, we kunnen het trauma niet afmeten aan wat er gebeurd is, maar aan hoe je het beleeft en ook hoe je het navertelt en of je het verhaal kwijt kan. Dus als je het beschouwt, eigenlijk zijn het allemaal verhalen. En verhalen en perceptie, hoe je iets ziet, hoe je iets beleeft, dat kun je veranderen. Het verleden kun je niet veranderen, dus je kunt er nooit voor zorgen dat het niet gebeurd is. Maar je kunt wel voor zorgen hoe je het vandaag nog vertelt, hoe je het vandaag nog beleeft, hoe je eraan denkt. Even terzijde, we zijn hier op de Zandmotor, dat is nabij Den Haag, tussen Monster en Den Haag, het Westland. En hier zwem ik 2 keer per week en vandaag hebben we dus ook mijn cameraman en ik zwemmen hier samen. We zijn net uit zee en een van de dingen die ik doe om gezond te blijven is dus dit, het hele jaar door, 2 keer per week minimaal. En dat is echt, dan ben je zeker goed wakker en het is goed voor je immuunsysteem. En als je het hebt over perceptie, over verhalen, hè, hoe begin ik mijn dag en wat gaat er om in je hoofd. Ik kan nog zo zorgelijk wakker worden of nog zo druk zijn in mijn hoofd. Even daarin en het is echt weg hoor. Vooral als je, nu is het echt heel erg stil vandaag, de zee, maar meestal krijg je natuurlijk gewoon van die keiharde golven over je heen. Nou, wat ik ook voor zorgen heb, of wat voor drukte ik in mijn hoofd, dat is dan acuut weg. Koud douchen helpt natuurlijk ook, maar dit is gewoon definitief een klap. Maar daar worden wij blij van. Zeker weten, ja. Want dat doet zoveel met je systeem. En dat, dus er zijn hele praktische, eenvoudige oplossingen om alle shit die in je hoofd zit,
meestal is het de shit van gisteren of de shit van morgen, omdat het vaak heel moeilijk is voor ons om in het hier en nu te blijven. Nou, dit is echt... Probeer het maar. Als je daarin gaat, ben je het hier en nu. Dan kan je niet meer denken aan gisteren of aan morgen. Je kan alleen maar, het is alleen maar koud. Je lichaam krijgt een enorme shock. Je hart gaat tekeer. Je ademhaling verandert. Hoef je verder niks voor te doen. Het kost ook niks. Het enige wat je moet doen is hier naartoe gaan. Nou, daar heb ik de cameraman voor. Die bij mij aanbelt. En als ik probeer af te zeggen, dan luistert hij niet. Dus... Zie gedisciplineerde sportmensen in je omgeving kan ook wel enorm helpen. Zien ze daar toch even dat het oog dicht te doen. Ja, ja. Ik zou nog heel veel kunnen vertellen over dit boek. Maar dat is niet nodig. Je kunt het boek kopen. Dat is nu al online te koop. Te bestellen. 21 oktober wordt het naar je toegestuurd als je het online bestelt. Of je komt naar de boeklancering en dan kun je het meteen meenemen. Als je geen zin hebt in lezen, ik ben het ook aan het inspreken. Dus het komt uit als paperbackboek en als e-book. Kun je het op je e-reader lezen of op je telefoon. En als luisterboek, audioboek. Kun je het lekker luisteren, ga ik het helemaal aan je voorlezen. Wil je er meer over zien? Lekkerloslaten.nl/boek. Dankjewel voor het kijken.